Weer intro. YouTube, what up? Wat drinken we? Met Jan en de Maan van Jopen. Die Imperial Stout. 11, sorry. Ja, ik weet niet, ik dacht dat Jopen was. We drinken een Jan en de Maan van brouwerij 11. Dat komt voor 12 en after 10. Tennis. Die is ruim het netjes op in de trein, jongens. Jij gooit het toch mee? Ja, om het op te ruimen. Mijn prullenbakje is vol. Het is een Imperial Stout. Rosie. En Prozit. Van de 10% denk ik. 11. Ik denk 10%. Maar, bij de slag. Trekdrop. Hoef je geen drop? Drop. Droppen. Ik ben niet heel erg op het droppen gaan. Trekdrop wil ik je misschien nog enigszins geven, want ik heb dat nooit drop gevonden. En daar zijn ze zelf ook achter gekomen, want dat brouwen ze niet meer. Drop. Ja, maar je bent in de winkel op zoek naar trekdrop. Wordt niet meer gemaakt, niet? De machine waarmee trekdrop gemaakt kon worden in Nederland is stuk. Dat maakt ze gewoon tussen Rijen en Oosterhout, hè? Jij zegt het. Ik kom nooit tussen Rijen en Oosterhout. Ik weet niet precies hoe het daar heet, maar... Net naar het haasje, in schitterend naar het haasje. Ja, maar naar die grote kaneelstok staat. Ja, daar maak ik. Weet je wat er in die kaneelstok zit? Nee. Dat is waar. Kaneel. Suiker. Ik wil zeggen, dat is... Oh, in die kaneelstok die daar buiten staat, daar zit suiker in. Dat is van suikeropslag. Dat wist iemand nooit, toch? Hij ook niet. Je hebt ook buiten die hele grote kaneelstok staan. Dat is eigenlijk gewoon een suikersilo. Ja. En die hebben ze toen echt als zuurstok over de weg vervoerd en alles. En weet je wat er in de stoepjes zit? Die daar buiten op de dam thuis zijn. Niks. Maar wat vind je van het bier? Ja. Vind je het een lekkere stout of zeg je, hij is wel heel basis of hij is juist iets die wil naar het droppige waardoor het niet echt stout is? Is dat droppig of niet? Ja, een tipje? Score. Je haalt er 3 niet. Niet? Nog geen 6. Voldoende? 2,75. Zal dat doen? 5,5, hè? Haakjes over de schoot. Dat is een hele overheden door ontstaan met de 5,5. En nee, daar moeten we ook niet meer van maken. We moeten gewoon zeggen, we gaan de tunnel in. Neem een klokje. Ik zie al een rood lampje knipperen bij jou, hè? Zeker. Dat is geen goed nieuws. Nee, maar het goede nieuws is dat we op de terugreis zijn. Ik kan nog wel reviewen waar ik maar wil. Ja, zeker. Ja. Dat is niet anders. Waarom? Laten we het daarbij laten? Ja. Voor nu zou ik zeggen. Eito.